Arriva gaat dus nu in heel Brabant de bussen rijden. Wat betekent dat praktisch voor de reiziger? Ik denk niet dat de reiziger daar heel veel van zal merken. De bussen blijven dezelfde kleur houden, ze blijven op dezelfde manier werken zoals we dat eigenlijk ook altijd gedaan hebben. Alleen zit er nou een chauffeur achter het stuur die in dienst is van Arriva en die voorheen in dienst was van Veolia als het gaat om West-Brabant. En in Oost-Brabant zullen eigenlijk mensen nog minder van werken, want daar blijft heel veel bij het oude. Maar betekent dat meer of minder bussen, lijnen? Het feit dat nou Arriva in West-Brabant ook gaat rijden in plaats van Veolia, betekent dat wij de gelegenheid hadden om het aanbod van Arriva om het hele busnet van nu, dus alle lijnen van nu en alle frequenties van nu, door te kunnen rijden. Dat we daarvoor hebben kunnen kiezen. Dat paste binnen ons budget. Dus dat is denk ik voor de reiziger in West-Brabant goed nieuws. Er zouden in Breda elektrische bussen komen, omdat Veolia dat aanbood. Het wordt dus nu Arriva. Gaat dat dan niet door? Het aanbod van elektrische stadsdienst in Breda was inderdaad alleen maar bij Veolia. We kunnen dat nu dus niet met Arriva gaan doen, maar we hebben wel het voornemen om ook wel zo snel mogelijk over te gaan tot het laten rijden van een aantal elektrische bussen in Brabant. En wat belangrijk is voor de provincie, het feit dat elektrische bussen rijden mag niet betekenen dat we ergens anders buslijnen laten vervallen. Eerder was het zo dat Arriva het ene en Veolia het andere deel van Brabant kreeg. Toen werd er in de aanbesteding, gebied de eerlijkheid te zeggen, de provincie maakte een foutje. Hoe kwam dat en wat was dat foutje? Nou, bij de aanbesteding van zo'n groot contract moeten de vervoerders laten zien en aanbieden op heel veel onderdelen welke kwaliteit ze leveren, hoeveel lijnen ze rijden, met wat voor bussen. Nou, er zijn heel veel onderdelen. En bij een van die onderdelen hebben wij inderdaad een foutje gemaakt. Hebben wij de verkeerde formule gebruikt om daar die punten mee te berekenen. Dit kleine foutje van ons heeft wel grote gevolgen gehad, dat we eigenlijk oorspronkelijk aan de verkeerde de opdracht hebben gegeven. En dat is nu in de nieuwe procedure is dat rechtgezet. En daardoor is er ook in West-Brabant gaat Arriva nu rijden. Al met al, bent u nu blij dat het is afgerond? Jazeker, want het is een belangrijk proces. Het gaat over grote contracten, het gaat over veel chauffeurs, veel reizigers. Dus dat moet je zorgvuldig doen. Nou, en ik denk dat we hiermee de zaken weer goed op de rit hebben.